Als ROC van Almelo hebben jullie een mantelzorgcafé opgericht voor jonge studenten. Kun je vertellen wat de aanleiding of de reden daartoe was? Een hbo-onderzoek vanuit Saxion Hogescholen. Die hebben in samenwerking met mij hebben zij een onderzoek gedaan binnen het ROC van Almelo. Met daarin de vraag of de jonge mantelzorgers zijn binnen deze locatie. En die zijn er eigenlijk vrij veel. Alleen daarvan is een focusgroep gekomen en zijn we eigenlijk bezig met dit aandachtsgebied. Kun je vertellen voor wie je mantelzorger bent? Ja, voor mijn moeder. Mijn moeder die heeft een lichamelijk handicap, waardoor ik voor haar moet zorgen soms. Ja. Hoe hebben de studenten tot nu toe gereageerd? Goed, heel meedenkend. Ook gewoon leuk in gesprek, maar ook eigenlijk wel confronterend hoeveel jongeren een persoonlijke ervaring ermee hebben. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen op de hoogte is van het feit dat je mantelzorger bent. En dat de buitenwereld dus altijd niet zo'n tactische reactie op jou heeft. Nee, dat klopt. Gewoon, ze begrijpen het gewoon niet. En, maar daar heb ik zelf denk ik ook wel... Dat komt ook wel door mezelf, denk ik. Omdat ik ook niet altijd even duidelijk ben over wat er thuis zich afspeelt. Wat zijn de ervaringen van jonge studenten dan precies op het gebied van mantelzorg? Een zieke ouder. Of een ziek broertje of zusje, waaruit veel ondersteuning uitgaat. Vanuit naar school brengen of zorgen voor dat er een spuit wordt gegeven als er sprake is van diabetes. En eigenlijk vrij uiteenlopende problematieken. Wat vind je van het feit dat jouw opleiding, het ROC van Almelo, een mantelzorgcafé voor jonge mantelzorgers heeft opgericht? Ik vind dat een hele goede stap, omdat daar gewoon meer aandacht voor moet komen en meer begrip. En ik denk dat ze dat op deze manier beter voor elkaar krijgen. Vind je dat jouw opleiding voldoende rekening houdt met het feit dat je mantelzorger bent? Ik heb wel gewoon wekelijks gewoon contact met mijn mentor. En we spreken ook wel met elkaar hoe het gaat. En ook krijg ik een externe mentor om het plannen gewoon goed te krijgen. Wat kun je nu concreet voor een student die tevens mantelzorger is betekenen? Dat zal moeten uitwijzen uit de informatie die jij vandaag inwinnen. Ken je meer studenten zoals jij die mantelzorger zijn? Ik denk dat er veel meer mantelzorgers zijn dan wat ik denk. Ik denk ook dat er in mijn klas of wat dan ook, dat daar veel meer studenten zijn die thuis voor hun moeder of voor hun vader of voor hun broer of zus moet zorgen. Samen zijn we naast andere instanties ook aan het kijken van hoe kunnen we binnen het ROC toch aandacht geven aan deze studenten. Om ze te ondersteunen bij toch het behalen van een opleiding. Omdat ze veel ballen in de lucht moeten houden als jonge mantelzorger. En het mantelzorgcafé kan een uitstekend middel zijn om met elkaar in gesprek te raken. Zeker, ja.